Als ik in een dierentuin kom en ik zie de uilen, dan zie ik ze altijd ontzettend ver met hun hoofd heen en weer draaien. En dan vraag ik me altijd af, kan een uil nou met zijn hoofd een heel rondje draaien? Bijna driekwart. Kan een uil met zijn hoofd helemaal ronddraaien? Nou, ze kunnen hem niet helemaal ronddraaien, dus ongeveer driekwart rond. En dat komt omdat ze heel veel nekwervels hebben. Dus je weet vast wel hoeveel nekwervels mensen hebben. Ja, 7. Dat zijn er 7. Dan zullen we hier eens kijken bij dit skelet. Dan begin je hier te tellen en dan ga je tot aan hier. En dan kun je zelf bepalen hoeveel nekwervels een uil dan heeft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, 14 nekwervels. Oh. Dat is 2 keer zoveel. Ja. Ja, precies. Maar nou wil je waarschijnlijk ook wel weten waarom een uil zijn nek moet kunnen draaien. Ja. Nou, dat heeft ermee te maken met de manier van voedsel zoeken. Uilen, dat zijn geluidsjagers. Als ik nou op een grote afstand van jou sta, ja, en ik roep wat naar jou en jij kan mij niet horen, ja, wat doe je dan? Dan doe ik zo om te kijken waar het geluid vandaan komt. Precies, dus je draait als het ware zo je oor naar het geluid toe. Ja. Ja. Dus het is als uil heel handig, als je afhankelijk bent van je gehoor, dat je goed kan draaien. Ja. Nou, de ogen van zo'n uiltje die zitten dus aan de voorkant. Ja. En niet zoals bij de meeste vogels, aan de zijkant. Nee. En als je je ogen aan de zijkant hebt, heb je een hele wijde blik. Ja. Maar uilen die willen juist een smalle blik waarmee ze heel ver kunnen kijken. Aha. Okay. Maar dat beperkt dus je gezichtsvermogen. Ja, dat kan ik wel eens even laten zien. Ah, de zogenaamde oogkleppen. Nou, Diante, waar ben je? Hallo. Hey. Ja, dat is voor jullie misschien een beetje. Ik zal eens even, weet je wat? Kijk, dan krijgen jullie zo eens op. De Willem Wever oogkleppen. Daar zijn ze. En zo kun je het natuurlijk zien. Maar als ik een heel klein stapje naar rechts doe, dan zijn we weg. Maar nou bedenk me ineens, want wij hebben de ogen ook aan de voorkant zitten. Maar wij kunnen wijder zien. Ja. Wat is dan het verschil? Nou, wij kunnen met onze ogen draaien. Van links naar rechts, boven naar onder. En dat kunnen uilen niet? Dat kunnen uilen niet, helaas, voor hun. Want kun je hier heel goed zien. Deze, dat zijn het kokertjes. Daar zit het oog echt in vast. Aha. Oké, dus zij kunnen alleen maar naar voren kijken? Precies. Ja. Echt in de diepte. Want dat is voor een uil heel erg belangrijk. Ja. Dus, en om toch wijd te kunnen kijken, kun je dus rondjes draaien. Maar dat net niet helemaal. Precies. Heb je hem? Dit was het antwoord. Oké. Ja, het is even oefenen, maar